Dit is Papa Alfa van Eco Tingo Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 21 maart 2016. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag is er morsen, meteen daarna een stukje 8 PSK 1000 bij 1500 hertz zonder Reed Solomon schakelcode. 8 PSK 1000 is het dus bij 1500 hertz. En verder een iets langer SSTW plaatje in PD50 omdat die zo mooi is. Er is verder nog steeds niet zo heel veel nieuws, maar gelukkig zijn we nog niet klaar met de geschiedenis van het centrometerisme. De voorstellen voor de verenigingsraad staan weer op de site veron.nl. Het meest besproken voorstel is waarschijnlijk wel dat van de ARAC voor toestemming voor en amateurs om ATV en wellicht andere amateurdiensten, zoals er staat, op 23 centimeter te mogen gebruiken. Dit om de drukke 70 centimeter band zo een beetje te ontlasten van ATV gebruik. Het is volgende morse-examen dat de aanduiding CW op je registratiebewijs geeft, vindt plaats op 18 juni. Het examen vindt plaats in de plaats Diest in België. De inschrijving die sluit op 15 mei. Meer informatie is te vinden op www.veron.nl. Tot 16 juni houden Russische amateurs een ethermarathon of een QSO-marathon om een aantal uitvinders van de telecommunicatie te herdenken. Hier komen meerdere speciale roepnamen voor in de lucht. Romeo Tango 73 Bravo Alpha vertegenwoordigt Alexander Graham Bell. Romeo Tango 73 Echo Alpha, die staat voor Edwin Howard Armstrong. Romeo Tango 73 Victor Zulu voor Vladimir Kosmich Zvorikin. En Romeo Tango 73 November Tango, die staat voor Nikola Tesla. De QSO-marathon vindt plaats onder auspiciën van de Russische Geografische Associatie in samenwerking met enkele amateurverenigingen en individuele amateurs uit Rusland. Heel grappig, ik kwam op de site van Icom USA nog een pagina tegen waar je stripverhalen over de zendhobby kunt downloaden. Het zijn echt wat de Amerikanen comics books, met zo'n 30 pagina's stripverhalen over de hobby in kleur. Het zijn 6 of 7 boeken, dus je kunt ze gratis downloaden op de site van Icom USA. Het linkje hiervoor is te vinden op www.pa0ete.nl. Deel 9 van de historie van het centrometerisme gaat over de historie van 70 megahertz. We waren gebleven bij het International Geophysical Year. Net voor en net na de Tweede Wereldoorlog was een van de meest populaire amateurbanden de 5 meter band. In Engeland, zowel als in Nederland, was dat het geval. Voor de oorlog zat die band in Engeland rond 56 megahertz. Toen na de oorlog het centrometerisme weer werd toegestaan, was de 5 meter band in Engeland toen tussen 58,6 en 60 megahertz al snel opnieuw heel populair. Dat duurde echter niet lang, omdat de band nabij kanaal 4 in 1949 werd toegewezen aan de BBC voor televisieuitzendingen. Vrijwel tegelijk werd de amateurband daarop in zowel Nederland als in Engeland ingetrokken. In Nederland kwam daar geen compensatie voor. Amateurs verhuisden vermoedelijk naar 28 MHz en later naar 144 MHz. De RSGB in Engeland bleef echter lobbyen en na 7 jaar in 1956 kregen zij voor de verloren gegaane 5 meterband 4 meter terug. Toen nog tussen 70,2 en 70,400. Later werd dat 70,0 tot 70,500. Centamateurs in Nederland mochten overigens tijdens het International Geophysical Year, het IGY, waar we het vorige week ook over hadden, ook gebruik maken van de 70 MHz band. Dat was echter een tijdelijke zaak. Waar de Engelsen de band mochten blijven gebruiken, hield het in Nederland weer op. Decennia lang bleef het bandje vervolgens beperkt tot slechts enkele landen. Om die reden is er ook betrekkelijk weinig amateurapparatuur die standaard geschikt is voor 70 MHz. En langzaamaan begint dat overigens wel te veranderen. Traditioneel werd er deels uit noodzaak altijd meer zelfbouwapparatuur gebruikt dan op andere banden. En daarnaast werden veel omgebouwde mobiele phones gebruikt. Lange tijd waren het alleen het Verenigd Koninkrijk en Ierland waar amateurs op 70 MHz mochten werken. Daarnaast was er Portugal, inclusief de Azoren en verder enkele gemene bestlanden. Pas toen door het uit de lucht gaan van de analoge televisie in de meeste Europese landen de lage VHF vrijkwam, kwamen er schoorvoetend steeds meer landen bij met meestal een veel kleinere allocatie dan in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar was. Een hardnekkig gerucht is overigens dat Defensie in Engeland de toewijzing voor de amateurs daar uiteindelijk mogelijk had gemaakt. Doordat de band in veel landen primair voor militaire communicatie wordt gebruikt, was de gedachte dat in het Oostblok de uitzendingen van Defensie wel door de amateurs uit Engeland overstemd zouden worden, terwijl er lokaal vanwege de skipafstand geen storingen zouden plaatsvinden. Dit gerucht is overigens altijd door de Engelse overheid ontkend. Opmerkelijk is dat het ondanks het ontbreken van repeaters, die zijn ook nu nog nergens op 4 meter toegestaan op enkele papegaai-repeaters in België na, dat het bandje altijd zo populair is geweest, met name in Engeland. Voordelen boven 2 meter zijn onder andere het grotere bereik. Daarnaast ontbreekt bij mobiel gebruik, net als op 50 MHz, de QSB nagenoeg geheel, omdat op dit soort lage frequenties bijna geen sprake is van reflecties en sowieso gaat de fading door de grotere golflengte heel veel trager. Verder gaan signalen op 70 MHz veel gemakkelijker dan hoge frequenties
gewoon door de bebouwing heen, ook al doordat het niet gereflecteerd wordt. In de afgelopen jaren raakte onder andere door de komst van de goedkope Chinese portofoons de populariteit van deze band in Engeland nog verder in de stroomversnelling. Sinds 1 januari 2012 hebben amateurs in Nederland dus de beschikking over een riante allocatie in deze bijzondere en zeer exclusieve amateurband. Die allocatie is als een van de weinige landen even groot als de Engelse. Aan de amateurs nu de taak om de band zowel bij goede als bij slechte condities te gaan gebruiken. Ja, ik heb deze tekst geschreven toen de band vrijkwam hier. Door de ruime toekenning is er zeker genoeg plek voor lokale QSO's, zonder dat de X'ers daarvan hinder zullen ondervinden. Toch is het leuk zo'n bovenregionale repeater. En eigenlijk gaat het ook best goed. Ja, zeker als je je bedenkt hoe groot het bereik is. Ja, en hoe druk het is. Eigenlijk zijn er maar twee grote ergernissen. Inderdaad, dat mensen geen lange break laten. Voor de Echolink gebruikers. En dat de mensen de repeater te lang alleen voor hun eigen gebruiken. Inderdaad. Als het zo druk is moet je eerlijk delen. Dus mensen... Gebruik de repeater niet te lang alleen voor je eigen. Voor je eigen. Voor je eigen. Voor je eigen. Radio Controledienst. Dit is PA0 ETA.